afgelopen periode liep je zelfs een tijdje rond met een knalgeel Nijmar-kapsel. Je ongetwijfeld aangepraat door die producenten met wie ik je soms zoenend op de gang tegenkwam. Over je toewijding en je inzet heb ik nooit te klagen gehad. Voor je boekverfilmingsopdracht gebruikte je maar liefst 53 A4'tjes om de twee verfilmingen van het science fiction verhaal Simulacrum 3 tot op het bot te analyseren. En ook de achterstallige opdrachten die je deze dagen druppelsgewijs inlevert, zijn van een serieus en hoogstaand niveau. Je bent een soms niet te stoppen perfectionist en het resultaat is ernaar. En dat je daarbij soms buiten de lijntjes van de planning kleurt, daar moet deze studieleider dan maar mee leren leven. Ik zeg, ga zo door, dan volgt het diploma vanzelf.